Goedenavond. Mijn naam is Annick Dirks en ik ben verantwoordelijk voor de communicatie bij Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding. En ik heet jullie uit naam van Lantis van harte welkom op deze eerste webinar over de impact van de werken op jullie wijk. We zijn jullie heel erg dankbaar dat jullie tijd willen maken om deze virtuele meeting bij te wonen. We brengen vandaag de dag heel wat tijd door achter een scherm, dus het is nogmaals met heel veel dankbaarheid dat we samen met jullie deze virtuele webinar gaan bekijken. Waar gaan we het vanavond over hebben? We gaan allereerst kijken hoe de tijdelijke constructie er zal uitzien. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Mijn collega heeft ook al aangegeven dat jullie die in de chat kunnen stellen. Tijdens de presentatie zullen we op een aantal vaste momenten op jullie vragen ingaan. De vragen die we niet kunnen beantwoorden, waar het bijvoorbeeld geen tijd voor is, die zullen we uiteraard achteraf schriftelijk beantwoorden. Het is de bedoeling dat iedereen zijn vragen vandaag beantwoord zal zien. We nemen jullie ook een stukje mee in de planning van wat er volgend jaar op jullie af zal komen. En op het einde is er nog een ruimte voor een poll. Er zullen zichtschermen geplaatst worden tussen de werken en jullie buurt. En we horen graag naar jullie mening over wat er op die zichtschermen zal staan. Vooraleer Nathalie en Wouter het woord krijgen, dat zijn onze projectingenieurs, geef ik graag het woord aan Bart van Kamp. Bart van Kamp is onze directeur omgeving. Bart, het woord is aan jou. Bart, wij horen u niet. Inderdaad. Ik moest even de microfoon nog aanzetten. Goedenavond andermaal, ook vanuit de directie van Lantis. Lantis staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking. Een mond vol, met heel wat ambitie in. En dat is ook de bedoeling, want wij gaan een van de grootste werken in West-Europa starten. En we gaan ook proberen die uiteraard op mensenmaat, op maat van jullie wijk, goed te organiseren. Dat is de bedoeling. We beginnen er vroeg aan, denk ik. Vergunning zelf voor de Oosterweel werken is na een lang proces, dat u wellicht ook wel min of meer bekend is. 26 jaar geleden werden de eerste plannen getekend. 3 jaar geleden hebben we het toekomstverbond afgesloten. En op 20 november van dit jaar hebben we een hoofdvergunning gekregen voor de werken voor de Oosterweelverbinding. Die zich eigenlijk vandaag al uitstrekken van op Linkeroever tot op de R1 Noord. Want vandaag is de omgeving is de projectzone, gaande van Groenendal aan, station NMBS-station Luchtbal ongeveer, tot aan de Mazurenbrug, waar een verdiepte ring komt te liggen op het einde van de rit. Wij gaan een lang nabuurschap met elkaar hebben. We zullen lang buren blijven van elkaar. En daarom dat we er ook zo snel mogelijk willen bij zijn om samen met jullie dit hele proces te doorlopen, informatie te geven, jullie vragen te capteren, jullie bezorgdheden, jullie klachten, en dat soort zaken meer. Uiteraard bestaan daar adressen voor, zoals info@atlantis.be, maar houden uiteraard ook alle media in het oog, de kranten, social media en dergelijke, want wellicht zal u daar ook wel heel wat berichtgeving terugvinden over de werken die hier plaatsvinden en ook over het specifieke element dat vandaag mee wordt toegelicht, zijnde die tijdelijke infrastructuur die wij ook gaan bouwen, tijdelijke infrastructuur die belangrijk is om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk verkeer op het onderliggend wegennet in woonstraten en dergelijke gaat terechtkomen. De projectzone besprak ik al en uiteraard willen we daar vooral ook de grootste aandacht hebben voor de wijk die daar toch ook heel dichtbij ligt. De wijk Rietschoorvelde, die mezelf als oud-Merksenaar ook zeer goed bekend is en waar we dus bijzondere aandacht voor willen hebben. We willen dat niet alleen vanuit de zogenaamde onderbouw of vanuit de snelweginfrastructuur doen, want daar is Lantis voor verantwoordelijk. We doen dit uiteraard ook in partnerschap met andere opdrachtgevers die bezig ondertussen zijn met bijvoorbeeld na te denken over hoe die omgeving er uiteindelijk nadien moet uitzien, welke parkinrichting er moet komen en dergelijke. Dat is de bovenbouw waarbij Stad Antwerpen en de intendant vanuit het Vlaams Gewest mee aan zet zijn en mee trachten een mooi eindresultaat te leveren. Een eindresultaat dat wel een tijdje ver van ons weg ligt, maar het is uiteindelijk ook toch wel de bedoeling om tijdens die werken meerwaardes te creëren voor jullie. En ik hoop dat we dat door een goede organisatie en een goede samenwerking met elkaar ook kunnen bewerkstelligen. Praatjes vullen natuurlijk geen gaatjes. We kunnen heel veel communiceren met elkaar, heel veel informatie uitwisselen, vragen stellen enzovoort enzoverder.
Maar uiteindelijk komt het erop aan om op terrein te realiseren. Ik denk dat we vandaag op linkeroever, en iedereen die misschien eens even toe naar de zee gaat, voorbij de Kennedy-tunnel, de E17 en E34 gebruikt, kan vandaag zien dat daar al heel wat werken plaatsvinden en dat die ook met een gepaste snelheid plaatsvinden. En ik moet eerlijk gezegd ook zeggen dat we daar gelukkig ook vanuit die inwoners die daar dichtbij wonen, de mensen van de gemeente Zwijndrecht en dergelijke, vandaag ook een goede samenwerking kunnen vaststellen en dat we daar zonder al te veel hinder door kunnen gaan. En ik hoop uiteraard dat we dat hier vandaag in de volgende jaren met elkaar ook hier kunnen herhalen. En dat is ook de bedoeling om natuurlijk zo ons zo bereikbaar mogelijk voor jullie te houden. Ik denk dat daarmee eigenlijk een kleine intro is gedaan, wat jullie te wachten staat. Ik denk dat geef ik het woord graag terug aan Aniek, om aan de projectingenieurs vervolgens toelichting te laten geven bij die hoofdwerken waar het uiteindelijk over gaat. En uiteraard hou ik mezelf ook altijd bereikbaar voor jullie voor het beantwoorden van vragen als die er zouden zijn. Nog eens bedankt en ik hoop vooral dat we binnenkort ook live met elkaar nog kunnen praten. Ik denk dat we daar gelukkig hopelijk nog wel tijd genoeg voor vinden in de komende weken, maanden en jaren die op ons afkomen. Dankjewel Bart voor deze inleiding. Het is dadelijk het woord aan onze projectingenieurs. Ik wil graag nog herhalen dat onze chat open staat voor alle vragen en bezorgdheden die jullie zouden hebben. Lukt het vandaag niet om een vraag mee te geven in de chat? Ons e-mailadres info@atlantis.be staat altijd ter beschikking om uw vragen en bezorgdheden neer te pennen. En wij garanderen jullie ook dat daar heel snel een antwoord op komt. Het is ook zo dat de toelichting van vanavond opgenomen wordt, dus die opname wordt ook ter beschikking gesteld, zodanig dat jullie nadien nog op jullie gemak kunnen herbeluisteren. En als er dan nog vragen oppoppen, dat jullie die uiteraard ook nog kunnen stellen. Het woord is aan Nathalie. Veel succes, Nathalie. Bedankt. Goedenavond allemaal. Ik ben Nathalie Waterplas. Ik ben projectleider voor de tijdelijke R1 bij Atlantis, samen met Wouter. Ik zal jullie door het eerste deel van de presentatie loodsen. Dus wat willen we vanavond allemaal vertellen? Ten eerste, wat gaan we bouwen? Twee, hoe zullen deze werken verlopen? Dus we hebben het eigenlijk opgesplitst in voorbereidende werken die vrij snel zullen starten en hoofdwerken. We gaan beide in detail overlopen. En dan nog iets over de planning en zoals gezegd de vragen. Wat wordt er gebouwd? Hier zien jullie een plannetje van de ring, zoals hij van de ring rond Antwerpen, die niet gesloten is. Dan ga ik direct naar de volgende slide, waar dat we eigenlijk zien wat we met de Oosterweelverbinding willen bereiken. Dus de bedoeling is om de ring te sluiten. Dus we bouwen een nieuwe Scheldekruising. We bouwen hier een aansluitingscomplex dat de haven ook moet ontsluiten. We bouwen dan tunnels en uiteindelijk dan een aansluiting naar het noorden richting Mazurenbrug en naar het zuiden richting aansluitingscomplex E34. De oranje stukjes die op dit plannetje te zien zijn, dat zijn delen die al overkapt zijn, zullen worden direct. De gele stukken zijn stukken waar dat de ring in een verdiepte open sleuf komt te liggen. Dit is een luchtfoto van de situatie vandaag. Dus de bestaande R1, daarnaast de spoorweg, de Groenendallaan, die nu onder de bestaande R1 en onder de sporen doorloopt. En dan ga ik misschien ook direct naar de volgende. Hier de wijk met hier Distelhoek en in het noorden de Mazurenbrug. Dit is de situatie vandaag. Dit is de situatie zoals ze moet worden als we helemaal klaar zijn met te werken. Dus we zien hier nog steeds de Groenendallaan, die ook deels verdiept wordt aangelegd. We zien hier de R1, die ook verdiept wordt aangelegd en vanaf deze zone eigenlijk ook volledig overkapt is, waar dat de Groenendallaan dan op het van de tunnel van de R1 ligt. En we zien dan hier dat we eigenlijk op die kap ook ruimte krijgen voor groene zones. Daar zullen we ook nog eventjes meer in detail op terug. Dit is dan in grondplan wat dat het moet worden als we klaar zijn met werken. Dus we zien hier die zone Groenendallaan, waar dat we daar juist dat beeld van zagen. En hier naast de verdiepte er wordt een bermenlandschap aangelegd dat ervoor zal zorgen dat de wijk gescheiden wordt van de,
van de nieuwe R1 en dat de effecten van de nieuwe snelweg gebufferd worden door het bermenlandschap dat hier wordt aangelegd naar de wijk toe. De Groenendalaan dan. Dus de ring wordt verdiept en grotendeels overkapt aan de Groenendalaan. Ter hoogte van de Groenendalaan komt er in nieuwe toestand ook een volledig op- en afrittencomplex. Dus dat wil zeggen dat vanop de Groenendalaan het mogelijk is om de R1 op te rijden, zowel richting noord als richting zuid. Dus de op- en afritten sluit aan in alle richtingen. Zoals gezegd, de R1 wordt hier overkapt. Dus we krijgen hier eigenlijk een parkverbinding. En de Groenendalaan wordt ook deels verdiept aangelegd, waardoor dat er ook ruimte is voor een brede landschapsbrug over de Groenendalaan. En waardoor dat we het park aan beide zijden van de Groenendalaan ook met elkaar kunnen verbinden. Dit is hetzelfde beeld uit een iets anders perspectief. Dus hier zien we ook die brede landschapsbrug over de Groenendalaan. En op die manier zorgen we er ook voor dat de fietsers en de voetgangers overal voldoende ruimte hebben en overal zonder het autoverkeer te moeten kruisen in deze zone verder kunnen. Dus ze kunnen de Groenendalaan oversteken zonder het autoverkeer te moeten kruisen. En zij kunnen hier ook over de tunnelmonden van de op- en afritten rijden. Dus zodanig dat ze daar ook geen autoverkeer moeten kruisen. Dus zo ontstaat er eigenlijk een continue fietsverbinding van Deurne eigenlijk helemaal tot in het noorden, tot in Ekeren. In de zone, dat was de zone Groenendalaan. Verder door naar het noorden wordt de R1 nog niet overkapt, maar wel verdiept aangelegd, dus in een sleuf. En naast die sleuf komt een bermenlandschap om de effecten van de nieuwe R1 te milderen. Dus het bermenlandschap dat hiernaast voorzien is, wordt 6,5 meter hoog. En daarbovenop worden dan nog eens geluidsschermen voorzien van 5 meter om de ring af te schermen van de woningen. De nieuwe ring krijgt ook een geluidsarm wegdek en geluidsabsorberende wanden, zodat het geluid zoveel mogelijk gedempt wordt. Hoe zullen de werken verlopen? Dus wat ik net heb laten zien was het eindbeeld. Daar willen we geraken als we klaar zijn met alle werken. Eerst moeten we het uiteraard aanleggen. En dat zal wel hinder veroorzaken. En dat willen we jullie nu eventjes toelichten. Dus het verloop van de werken zal gebeuren in twee grote fases. We hebben eigenlijk eerst de voorbereiding. En daar willen we echt vrij snel al aan starten. Daar willen we eigenlijk al aan starten half volgend jaar. Dus half 2021. En dan daarna, als die voorbereidingen klaar zijn, als we het terrein klaar hebben gemaakt, kunnen we starten met de hoofdwerken om de bestaande ring af te breken en de nieuwe ring te bouwen. En dat zijn dan de werken die vanaf begin 2022 zullen gebeuren. We zullen beide in detail overlopen. Dus we starten met de voorbereidende werken. En om een eerste beeld te geven wat dat gaat inhouden. Dus de voorbereidende werken zijn voor een groot deel werken aan leidingen, aan ondergrondse leidingen en kokers. Dus wat hier in de gele lijn is weergegeven, is het tracé van de nieuwe leidingen en kokers. En wat gaan we daar allemaal doen? We gaan daar de schijnkoker verleggen. Dus de schijnkoker zijn twee heel grote ondergrondse kokers die verlegd worden. Er worden ook twee waterleidingen verlegd. Twee grote waterleidingen met een diameter van 1 meter. Er wordt ook een gasleiding verlegd en er wordt ook nog een riolering verlegd. En die worden eigenlijk allemaal verlegd over dit gele tracé. En die komen dus te liggen in de zone tussen de bestaande en de woningen. Om die leidingen aan te leggen, moeten er ook al een aantal bomen gerooid worden. Dus dat hoort ook bij de werken in de eerste fase. En wat er nog bij de werken in de eerste fase hoort, is 1 diepwand voor de nieuwe verdiepte R1 die we al gaan bouwen. Dus de nieuwe R1 komt hier op ongeveer dezelfde locatie als de bestaande te liggen. En de wand van de nieuwe verdiepte R1 zullen we ook al bouwen in deze eerste. Ook een werk dat eigenlijk al vrij snel en vanaf half volgend jaar op het programma staat. Al die werken, dus zowel die diepwand als die nutswerken, die komen in die groene zone tussen de bestaande snelweg en de woningen. En om die werken af te schermen van de woningen, zullen we ook een zichtscherm plaatsen tussen de werfzone en de woningen. In de volgende slide
ga ik jullie wat meer detailplannen laten zien hiervan. Dus het gaat, ik ga deze zone aflopen meer in detail. We beginnen in het zuiden, ter hoogte van de Groenendallijn. Dus dit is een iets meer technisch plan. Dus hier ligt de Groenendallijn. De McDonald's, de Aldi zit hier. Manuchar zit hier. Dit is nog de bestaande Groenendallijn die hier loopt. En hier loopt de bestaande erin. En hier, in die gearceerde strook, dat is eigenlijk de zone waar dat in die eerste fase die nutswerken, dus die grote schijnkoker, die riolering, die gasleiding en die waterleidingen, die worden hier in die gearceerde zone aangelegd. Dat wil zeggen dat hier vrij snel al het groen gerooid zal moeten worden om die leidingen aan te leggen. Het grijs dat jullie hier zien, is de werfweg voor de aannemer. Dat zal ook impact hebben op de circulatie aan de Groenendallijn. Dus de op- en afritten richting noord zullen afgesloten worden. Zullen enkel nog toegankelijk zijn voor werfverkeer. De op- en afritten richting zuid zullen wel behouden blijven voor het personenverkeer. En dan hier in die... Deze is eigenlijk een zone waar dat eigenlijk het minste plaats is. Dus we doen ons best om groen te behouden, maar dat is vrij beperkt. Ik zal dat op een snede... duidelijker. Dus dit is de bestaande situatie, hè. Bestaande groenzone, Bergen op Zoomlaan en dan hier de woningen. En in een eerste fase gaan we dus hier die grote schijnkokers bouwen, die waterleidingen ziet u ook. En gaan we hier ook al die eerste polderwand, dus die eerste diepwand bouwen, waar dat later de nieuwe R1 tegenkomt. Dus deze zone wordt ingericht als werfzone. Die wordt dan afgeschermd van de straat en van de woningen met een zichtscherm. We rooien hier het groen, dus dat zal ook een impact hebben op het geluid van de bestaande R1. En daarom voorzien we ook tijdelijke geluidsschermen langs de bestaande R1 met een hoogte van 4 meter, die het geluid van de bestaande snelweg moeten dempen. Dan schuiven we iets meer op richting noord. Dus dit is de zone van Distelhoek. Hier juist heb ik tot hier ongeveer getoond. Hier in deze zone is al wat meer ruimte. Maar hier conflicteert de schijnkoker deels met de bestaande berm die er ligt. Dus wat we hier gaan doen, is de bestaande berm die in deze zone ligt afgraven. En we gaan hier een nieuwe berm aanleggen tussen de snelweg en de straat. Dus wat u hier in het groen gespikkeld zo ziet, dat is eigenlijk de nieuwe berm die we gaan aanleggen om de snelweg af te schermen. De werfweg is hier de grijze weg. Die komt achter de nieuwe berm te liggen. En wat hier gearceerd is, is dan ook de zone voor de nieuwe nutsleidingen. Hier is al iets meer ruimte om een deel van het bestaand groen dat daar staat, toch nog te behouden. Hier van boven ziet u al dat de berm op sommige plaatsen ook onderbroken wordt. En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat we via de werfweg ook toegang hebben tot de werf. Dus op bepaalde plaatsen wordt de berm onderbroken, zoals u hier van boven helemaal ziet. Op die plaatsen voorzien we ook een geluidsscherm langs de bestaande R1 om te compenseren dat er eigenlijk een opening in de berm is. Ik zal hetzelfde als bij het vorige hier ook een snede laten zien. De snede die ik zal laten zien is hier helemaal in het noordige genomen en kijkt naar het noorden en ziet eigenlijk de bestaande berm. Dus dit is opnieuw bestaande situatie. Bestaande R1, bestaande berm met groenzone en hier dan de straat. En hier in deze zone voorzien we dus, zal het bestaande groen gerooid moeten worden voor de schijnkoker, de aquafincollector en de waterleidingen. Maar hier kan wel de berm behouden blijven, waar dus ook het groen op kan blijven staan, als afscherming naar de bestaande snelweg. En hier voorzien we dan zichtschermen van 2 meter hoog, waar we ook op het einde van de presentatie nog op terugkomen, om eigenlijk echt de werfzone visueel af te schermen van de straat. En dan de laatste zone. Hier in het
donkergroen zijn eigenlijk de bestaande bermen die we kunnen behouden. Hier opnieuw loopt de gearceerde zone, de zone voor nutsleidingen waar we werken gaan uitvoeren. Opnieuw de werfweg die langs de bestaande R1 loopt achter de berm. En opnieuw enkele lokale doorsteken door de berm waar dat het nodig is om vanop de werfweg de werfzone te bereiken. Opnieuw hier eigenlijk hetzelfde als daarnet, als we de bestaande berm moeten doorbreken om met ons werfverkeer door te kunnen, voorzien we langs de bestaande R1 geluidsschermen om die opening te compenseren. Hier bovenaan is een enkele leidingen moeten aanleggen die we dan ook doorpersen onder de bestaande R1. De bestaande berm behouden we dus. Dus het groen op de bestaande berm blijft ook staan. En ook hier is er een zone eigenlijk waar we toch nog een deel van de bestaande groenzone kunnen behouden. Hier de rode stippellijn is dan opnieuw het zichtscherm waar we dan later nog aan terugkomen. De werfweg ligt hier achter de berm, naast de bestaande R1 en sluit aan op de Mazurenbrug. Ook dit zal ik eventjes in snede nog laten zien. En dan hebben we eigenlijk dit. Dus bestaande R1, bestaande buffergroen, bestaande berm. Hier de straat en de woningen. En ook hier dus een deel van het groen-rooien voor de nieuwe schijnkoker, de nieuwe nutswerken. Berm kan behouden blijven. Een zichtscherm om de werf af te schermen en dan hier een deel behoud van het bestaande groen. Dat zijn eigenlijk wat we tijdende werken hebben genoemd. Daar hoort nog één ding bij en dat is hier ter hoogte van het totaal tankstation gaan we eigenlijk ook al snel enkele lokale nutswerken doen. Die zijn veel minder ingrijpend als de werken daar. Die willen ook opstarten in de zomer, en daarvoor zal de Columbiastraat ook wel tijdelijk afgesloten moeten worden. En de werken hier aan die lokale nutswerken hier zullen ongeveer... Dan het verloop van de voorbereidende werken. Dus in januari volgend jaar willen we onze aannemer aanduiden. Dan kunnen we ook een meer gedetailleerde planning van de werken opmaken. Dus daarover kunnen we nu nog niet veel zeggen. Het is uiteraard niet onze bedoeling om die volledige zone van aan de Groenendalaan tot aan de Mazurenbrug in één keer open te leggen. Dus we gaan met de aannemer nog kijken hoe we dat kunnen faseren en waar hij start. In februari volgend jaar willen we dan de uitvoeringsvergunning aanvragen voor die voorbereidende werken. En zullen we ook een volgende webinar organiseren om nog eens naar jullie terug te koppelen en de stand van zaken te geven. En dan in de zomer van volgend jaar willen we dan ook effectief starten met die voorbereidende werken. Dus dat houdt dan in starten met de werken aan het totaaltankstation, maar ook met over die gehele zone eigenlijk schijnkoker, waterleidingen, gasleiding en riolering. De helft van 2022 denken we dat die voorbereidende werken gedaan zullen zijn, of zullen die voorbereidende werken gedaan zijn, die zullen ongeveer anderhalf jaar duren. Dus ongeveer op anderhalf jaar zullen we die zone nodig hebben om daar de werf uit te voeren. Oké. Dit was het eerste stukje over de voorbereidende werken, dus de werken die we snel zouden willen starten. Ik zal eventjes kijken of hier al vragen over zijn. Dankjewel, Nathalie, voor je toelichting. Ik zal je even helpen met de vragen. Was er een vraag van Etienne die vroeg, verwachten we verkeershinder in de wijk? Ik denk bijvoorbeeld, er staat wegverkeer, maar ik denk dat hij ook aan werfverkeer denkt. Verwachten we verkeershinder? Het werfverkeer wordt eigenlijk volledig afgehandeld binnen de werf. Dus er is een toegang vanaan de Groenendalaan naar de werfweg. En er is een toegang vanaan de Mazurenbrug naar de werfweg. Er is geen toegang van in de wijk naar de werf. Dus dat zichtscherm is gezegd, maar dat zorgt eigenlijk ook voor een afsluiting. En al het werfverkeer rijdt de weg op aan de Mazurenbrug of aan de Groenendalaan en niet via de Bergen-op-Zoomlaan of de andere straten parallel aan de werf. Oké, dankjewel. Mirjam vraagt wat er met de hondenweide gebeurt tussen de Ganzenmaten en Meijerhoek tijdens en na de werken. De hondenweide... Ik
ga misschien eventjes terug. Ja, dus de zones die hier in dit kleur groen zijn ingekleurd, daar houden we. Wordt nog iets behouden. Wat er hier in bruin is ingekleurd, wordt eigenlijk volledig werfzone. Dus zal niet meer betreden kunnen worden. Oké. Okay. Jan had graag geweten of de voorbereidende werken, Jan, ik neem aan dat je daar de werken bedoelt die vanaf volgende zomer al starten, of die 7 dagen op 7 doorlopen wegens een zorg in verband met lawaaihinder. Daar hebben we eigenlijk nog geen concrete afspraken over gemaakt met de aannemer. Dus daar kunnen we nog niet veel over zeggen. Daar zullen we zeker volgende keer meer over kunnen zeggen. Ja. En Etienne heeft ook nog een vraag. Dat was die man die vroeg naar het werfverkeer. Heeft nog een bijkomende vraag. Hoeveel meter wordt er ingenomen van het park Distelhoek? Nathalie, heb je daar al een inschatting van? Goh, nee, meters kan ik nu zo direct niet zeggen. Nee, nog te vroeg. Daar komen we wellicht later op terug. Ja. Op het moment dat we ook de aannemer hebben geselecteerd en we meer duidelijkheid hebben over fasering en timing. Goed, Nathalie, de andere vragen die in de chat staan, die nemen we zeker mee of naar het volgende vraagmoment of die worden schriftelijk beter beantwoord. Dan geef ik graag nu het woord aan Wouter. Wouter is onze andere projectingenieur die samen met Nathalie een tandem vormt op dit project. Wouter, het woord is aan jou. Ja, dank u, Annick. Ik ga mijn scherm dan delen. Zo. Het eerste deel al toegelicht, dus de voorbereidende werken waarin we de schijnkoker en de verschillende nutsleidingen verplaatsen. Waarom zijn die noodzakelijk? Die zijn natuurlijk noodzakelijk in het kader van de hoofdwerken die dat we gaan doen. Nu, de hoofdwerken die bestaan vandaag de dag, de hoofdwerken moet ik zo zeggen, de ring bestaat vandaag de dag, is een belangrijke verkeersader in het noorden van Antwerpen. We willen daar een verdieping uitvoeren en de snelweg vernieuwen. Nu, dat kunnen we natuurlijk niet zomaar. We willen dat verkeer in dienst houden. Dus we gaan op die manier daar een tijdelijke infrastructuur moeten voorzien. Eens dat we die tijdelijke infrastructuur hebben, die we dus pas kunnen aanleggen nadat de werken zijn gebeurd, en dat ieder straks heeft toegelegd, pas dan kunnen we beginnen met afbreken van de bestaande snelweg en kunnen we beginnen met het vervolgens verdiepen en bouwen van de definitieve snelweg. Om dan helemaal op het einde nog de afwerking te doen van de omgeving. Nu, die tijdelijke infrastructuur, die is natuurlijk belangrijk. We willen dat het verkeer niet zomaar zich verspreidt over de omliggende gebieden. We willen dat het verkeer zich op hoofdniveau blijft behouden. We willen dat het verkeer op de hoofdassen blijft en dus niet moet rondrijden. Daarom dat we die zo proberen te ontwerpen dat die voldoende capaciteit heeft om alles te kunnen vervoeren, om alles te kunnen dragen. Maar op zo'n manier dat het ook niet te veel is natuurlijk. Op die manier zijn we gekomen naar 3 rijstroken naar het zuiden en 4 naar het noorden. Het niveau van die tijdelijke ring zal hetzelfde zijn als de bestaande ring vandaag. En we gaan die dus moeten positioneren tussen bestaande ring en tussen de wijk. Waarbij dat we er weer rekening mee te houden dat we hem zo dicht mogelijk tegen de bestaande ring positioneren. Om wat mitigerende maatregelen en wat minderende maatregelen toe te passen en om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zullen er ook langs de oostzijde geluidsweringen worden geplaatst van 4 meter hoog. Om zowel geluid als stof en dergelijke zoveel mogelijk weg te houden van de wijk. Zoals Nathalie er net zei, is in de voorbereidende werken zal het werfverkeer niet via de wijk komen. Hetzelfde zal gebeuren bij de aanleg van de tijdelijke ring. Dan zal het werfverkeer aan de andere kant van de wijk komen te liggen, dus aan de westzijde, tussen het spoor, de spoorbedding en tussen de bestaande ring. Dus ook weer op zo'n manier dat er zo weinig mogelijk verkeer door de wijk moet rijden en dat we die tijdelijke ring en vervolgens ook de hoofdwerken, de definitieve ring, dat we die kunnen aanleggen van op de werfwegen die dus aan de zijkant liggen. Waarom is die tijdelijke infrastructuur nu nodig? Zoals ik er net al zei, we hebben een belangrijke hoofdader van het Vlaamse wegennetwerk die dat we willen vernieuwen, die dat we willen verbeteren. We willen die ook behouden. Het is zeker niet de bedoeling dat we het gewoon stroppen en dat we zeggen we, stoppen,
doen hier een knip en we beginnen nu te bouwen en laat het verkeer zijn weg maar zoeken. Dat willen we niet. We willen dat het verkeer maximaal op die hoofdaders blijft. Dus vandaar dat we die tijdelijke reen willen aanleggen. We creëren er op die manier ook ruimte voor de werf. Niet onbelangrijk. We willen dat de werf zo snel mogelijk vooruit gaat. De aannemer heeft zelf ook aan, het gaat zo snel mogelijk of het gaat pas op zijn snelst als ik zoveel mogelijk ruimte krijg. Dus we proberen daar een optimum te zoeken om hem de gepaste snelheid te laten maken. Maar tegelijkertijd ook niet te veel van de omgeving in te nemen. Het voorliggende voorstel is daarin het optimum. Wat daar nog bij komt, is dat we het aantal fases ook minimaal maken. Dus het wordt veiliger in die optiek. Er zullen weinig fasewissels zijn, eigenlijk nagenoeg geen in de zone Noord. Dus we gaan het tijdelijk er één aanleggen, we zetten het verkeer daarop en zo zal het zijn gedurende de werking. Pas wanneer alles klaar is, halen we alles eraf en dan breken we het tijdelijk er één terug op. Dus de fasewissels zijn beperkt, wat zijn voordelen heeft naar veiligheid, ook naar impact op de omgeving, om die te kunnen monitoren en om die zo goed mogelijk in beeld te kunnen houden, is het handigste als het altijd dezelfde fase is, in plaats van dat het constant wisselt. En zoals ik zei daarnet, dus de bouwtijd wordt daardoor ook verkort en niet in het minst ook de kost. Nu, hoe ziet die er juist uit? Ik begin hier aan de Groenendaallaan, dus aan het zuiden van de noordelijke wijk van Merksem. Je ziet hier in het donkergrijze zijn werfwegen en in het licht, het wit lichtgrijs met dan de zwarte contour die waar mijn muis over gaat, dat is de tijdelijke R1. De bestaande R1 ligt hier langs, onder de donkerbruine contour, die dat dus ook de nieuwe R1 betekent. We zullen over de Groenendaallaan en meer naar het zuiden zal er een viaduct gebouwd worden. Dat viaduct gaat over de Groenendaallaan, omdat de Groenendaallaan zelf is de aard van de werken zijn dermate complex met de op- en afrit die er moeten gebouwd worden, dat daar niet toelaat om, om daar met een fasering te werken. Dus we gaan daar met een brug over de Groenendaallaan, die vervolgens richting het noorden zakt, om dan vanaf ongeveer deze zone, zal die dan op het maaiveld terechtkomen. Dus zoals ik daarnet zei, zal in het noordelijk deel van het project zal die ongeveer op de hoogte van de bestaande reden liggen. Dat stuk licht ik direct nog toe. Nu, over de Groenendaallaan zal dus een brug worden gebouwd. Die brug wordt voorzien van geluidsschermen. Die geluidsschermen zullen 4 meter hoog zijn. Dat zal een klassiek cassettesysteem zijn, zoals je hier ziet. Dit is nu een voorbeeld van het viaduct van Gentbrugge. Wat ze vandaag de dag aan het bouwen zijn, dat zal iets gelijkaardig zijn. Om er dan een snede bij te geven, dus dat is de bestaande toestand die Nathalie er straks heeft laten zien. Dan gaan we naar de eerste fase waarin dat we de schijnkoker en de nutsleidingen aanleggen. Waarin dat we tegelijkertijd ook de eerste diepwanden aanleggen. Dus dat zijn de wanden die we in de grond vormen om de verdieping te kunnen gaan doen van de nieuwe R1. Die moeten we ook op voorhand aanleggen omdat de tijdelijke R1 er dus bovenop komt te liggen. Je zal nu de vraag hebben misschien waarom in deze zone dan niet. Dat is omdat in deze zone pakken we een snede die vrij dicht tegen de Groenendaallaan ligt. En zoals ik daarnet in de vorige figuur liet zien, ik zal even teruggaan. Hier zo. Zien we dat we ter hoogte van de Groenendaallaan moeten we iets naar het oosten uitwijken om er deftig over te kunnen gaan, omdat we hier die hele zone moeten vrijmaken voor de hoofdwerken. Dus dat is de reden dat ter hoogte van de snede die ik daarnet liet zien, dat we al een beetje naar het oosten aan het gaan zijn, om dus over de Groenendaallaan te kunnen gaan. We kunnen dat niet plotsklaps ineens doen, we moeten daar de overgang in voorzien. Maar je ziet hier richting noord komen we veel dichter tegen de bestaande reen. Dus dat is de snede die ik zo dadelijk zal laten zien. Ik ga even terug. En dit is dan, dit is dan de definitieve situatie waarin dat we de tijdelijke reen terug opbreken. De verdieping van de definitieve reen is gebeurd. En het landschap wordt terug ingericht waarbij dat er ook een geluidsscherm nog wordt gebouwd ter extra buffering van geluid en stof en dergelijke. Als we dan een beetje verder naar het noorden gaan, dan zie je hier dat de tijdelijke R1 dus veel dichter tegen de bestaande R1 ligt. Komt dus ook veel dichter tegen de werken. We gebruiken daarbij een tijdelijke berm aan de rechterzijde.
op ruim 4 meter hoog sowieso. Waar dat er geen ruimte is voor een berm, daar zullen we de geluidsschermen gebruiken. De werfwegen, zoals ik daar straks al gezegd heb, liggen aan de linkerkant, dus aan de westzijde van de R1. Dus ook hier weer geen hinder naar de omgeving van Merksem. Al het verkeer, ook naar de dieping toe van de definitieve R1, zal via deze werfwegen. Ook hier nog eens de evolutie van de snede, dus bestaande toestand. Aanleg van de schijnkokers, we zitten nu iets meer noordelijk. De bestaande berm kan blijven behouden met ook het groen dat erop komt. Of dat er nog op staat. Dan in de nieuwe situatie hebben we de tijdelijke R1. Je ziet dat die nu veel dichter tegen de bestaande R1 ligt. Met dan de berm van minstens 4 meter hoog, met ook de nodige begroeiing er nog op. Om dan in de definitieve situatie, wanneer alles klaar is, de tijdelijke R1 terug af te breken. En ook hier weer het landschap in te richten met ook de geluidsschermen bovenop. Als laatste dan, dan zitten we helemaal in het noorden. Helemaal in het noorden, hetzelfde verhaal. Dus de tijdelijke R1 hier weer zeer dicht tegen de bestaande R1. De bestaande R1 zal hier verdiept worden. Zij dat de verdieping doorloopt richting het zuiden, wordt er meer en meer verdiept om helemaal onder de groene laan door te gaan. Ook hier wordt weer de tijdelijke berm gebruikt om de wijk af te schermen. Als het niet kan, hetzelfde verhaal, wordt een geluidsscherm voorzien. En de werfweg ligt ook hier, zoals u ziet, aan de westzijde van het project. Tussen de spoorbedding en tussen de bestaande R1. Ook hier zijn nog eens snedes van gemaakt. Dus u ziet hier bestaande R1. Bestaande berm, hier de wijk. Aanleg van de schijnkoker, nog steeds bestaande R1. Vervolgens aanleg van de tijdelijke R1. Kunnen we hier ook beginnen starten met het verdiepen en het aanleggen van definitieve. Met ook weer hier de geluidswering naar 4 meter hoog. Om dan uiteindelijk de definitieve R1 in dienst te nemen. En dus ook weer het landschap in te richten. Nu, wat is de impact daarvan op het verkeer? Zoals ik daarnet zei, we proberen het altijd zoveel mogelijk van het verkeer op de hoofdweg te houden. We gaan erbij naar een reductie van rijstroken. Dat klopt, met 3 rijstroken richting het zuiden en 4 richting het noorden. We hebben dat verkeerskundig bekeken, met de nodige maatregelen die dat we ook gaan toepassen. Zal dat dus ook haalbaar zijn? Waar wordt dat nu toegepast? Dat wordt toegepast vanaf het noorden, vanaf de Mazurenbrug, tot aan het aansluitingscomplex aan Schijnboord, richting de E313. Daarbij voor de hoofdwerk of voor de aanleg van de hoofdwerken. We hebben daarnet gezien, we maken een brug over de Groene Laan hier. Die brug die zal een aansluiting hebben, zijn met een afrit richting het noorden naar de Groene Laan. En een oprit vanaf de Groene Laan richting het zuiden. Dat wil dus zeggen dat de oprit richting het noorden en de afrit komende van het noorden, dat die in tijdelijke situatie eruit gaan. Er wordt dus een half aansluitingscomplex behouden op de Groenendaallaan. Dat wil dus ook zeggen dat er geen half aansluitingscomplex komt aan de Mazurenbrug. Dat was niet nodig. We hebben voldoende met hetgeen dat we dus nu gaan bouwen aan de Groenendaallaan. In definitieve toestand, moeten verstaan, wordt er daar wel terug een volledig aansluitingscomplex voorzien. In beide richtingen. Het onderliggend wegennet dan nog. Zowel de Groenendaallaan als de Schijnboordweg blijven open tijdens de werken. Er zal alternerend zoals is noord van naar het noorden of naar het zuiden moeten verplaatst worden. Afhankelijk van de fasering dat de aannemer zal uitwerken. Maar het principe is dat ze open blijven. Dus er zal geen onderbreking nodig zijn. Zij het voor een korte onderbreking in de weekend, voor bepaalde aanleggen van leidingen. Maar in het algemeen blijven deze verbindingswegen blijven open. Wat er wel gesloten wordt, is de vaartkaai. Dus er zal een aanmeerlocatie zijn aan de Straatsburg-Dok om zoveel mogelijk aan de afvoer van materiaal via het water te doen. Via het Straatsburg-Dok, waar dat ze gelost worden, zal er dan aan de westzijde van de bestaande R1 via de werfwegen aan noord naar zuid gereden worden. Die verbinding daartussen, tussen de Straatsburg-Dok en tussen de werfwegen, die gaat via de vaartkaai, dus om die... Voor de handelende reden wordt die dan tijdens de werken onderbroken.
Impact op lucht en geluid. Nu, het zit zo, we weten dat er impact gaat zijn, daar moeten we niet flauw over doen. Wat we wel doen, wat we sowieso ons willen organiseren en wat we ook gaan doen, is dat we verschillende metingen gaan doen. Voor de werken, tijdens de werken. We willen de luchtkwaliteit monitoren, we willen het geluid, de trillingen, willen we monitoren de invloed op fauna en flora. Er zal eerst een nulmeting voor gedaan worden in het voorjaar van 2021, om te kijken hoe is het vandaag de dag. En vervolgens zal er tijdens de werken zal er een meetnet opgesteld worden van allerhande locaties in de zone waar we aan het werken zijn, om te kijken wat is nu de invloed, wat is de impact die dat we ondervinden tijdens het werken en zijn er zaken die dat we moeten doen op dit moment om, om bij te schieten, om invloeden te beperken of de zaken die dat we moeten doen om, om het terug in orde te brengen, moesten we zien dat er bepaalde waarden zo overschreden worden. Dus om daar snel op te kunnen reageren. Ja, we zeggen er graag bij ook dat het eerste project is dat ooit zo wordt opgevolgd. Of het eerste project ooit dat zo wordt opgevolgd. Hè. Dus we willen er een heel extensief netnet voor uitrollen. Waarin dat we zeker er alles aan doen om de invloed te beperken, zo niet minimaal tot nul te houden. Nu de planning. Nathalie liet daarnet al een overzicht zien van de planning waarin dat de voorafgaande werken, dus de voorbereidende werken, dat die starten in zomer van volgend jaar. Parallel met die voorafgaande werken gaan wij van begin volgend jaar met de hoofdwerken, met de werken voor de tijdelijke reen en de wervenrichting van de aannemer, zo moet ik het zeggen, gaan wij vanaf begin volgend jaar ook verder met het ontwerp te maken. Met als bedoeling in de zomer volgend jaar de vergunning aan te vragen. Om dan vervolgens in 2022 te starten, aansluitend op de voorbereidende werken die dus voorafgaand zijn uitgevoerd, om te starten met de aanleg van de tijdelijke reen en vervolgens ook met de hoofdwerken. In 2024 zou dan de tijdelijke reen in dienst moeten zijn, om vervolgens in 2029 het stukje in het noorden in dienst te nemen, waarna dus ook de tijdelijke reen kan afgebroken worden. In 2030 vervolgens zijn dan het einde van de werken voorzien. Nu, wat is het concrete verloop? Wat zijn de volgende stappen in dit proces? In eerste instantie gaan we dus de vergunning aanvragen voor de voorbereidende werken. Vervolgens gaan we het ontwerp verder uitwerken van de tijdelijke reen en de werfinrichting van de aannemer. We gaan ook met de aannemer om tafel zitten om te horen wat is nu zijn effectieve fasering die hij in ogen heeft. Hè? Het verloop van de werken, waar wil hij eerst beginnen? Hoe ziet hij het in zijn planning? Ook de monitoring, waar ik het er net over had, die willen we uitrollen. Die willen we de nulmeting al doen en het meetnet vastleggen. En dan uiteindelijk, als die zaken gekend zijn, is het de bedoeling om een nieuw infomoment te organiseren. Om jullie weer verder in te lichten met de nieuwe info die we op dat moment vergaard hebben. Oké, dan denk ik dat we bij de tweede vragenronde zijn. Klopt. Dankjewel, Wouter, voor de toelichting. We gaan even terugscrollen, zodanig dat we zeker zoveel als mogelijk vragen kunnen capteren. Ik heb hier een vraag van Gert. En misschien, Nathalie, is het ook goed dat jij aansluit om aanvullend mijn vragen te kunnen beantwoorden. Vraag van Gert luidt als volgt. Hoe wordt de weg naar de Mazurenbrug gerealiseerd? Het lijkt me een groot hoogteverschil. Ja, dat klopt. Dat is een vrij groot hoogteverschil. Nu, die werf naar de Mazurenbrug is ook enkel voor werfverkeer. Hè. Dus dat is geen openbare weg. Dus dat wordt gewoon in talu. En dat wordt een vrij steile helling, maar werfverkeer rijdt ook niet zo snel. En dat is ook geen openbare weg. Dus we moeten ons daar niet houden aan alle randvoorwaarden voor een openbare weg. Dus dat is echt enkel voor de aannemer. Dus dat wordt gewoon een weg in talu met helling. Oké. Een vraag van Anne. Er wordt een tunnel onder de snelweg gegraven richting Luchtbal voor de nutsleidingen. Waar komt die precies en wordt er van Rietschoorvelde richting Luchtbal gegraven of omgekeerd? Het zal van Rietschoorvelde richting Luchtbal gegraven worden. Maar waar komt hij? Ik zal misschien het printje nog eens niet terugnemen. Dus dat is een tunnel. Het is een boring die dat gebeurd wordt. Wacht even. Ik ga even scrollen. Ik zal het hier laten zien.
duurt altijd even. Ja. Ja, oké. Dus waar komt die? Die komt tegen ontkenuit gaan. Dus we laten die parallel met de R1 lopen om dan de verbinding naar het westen te maken, ten noorden daarvan. Dat zal een boring zijn. Daar worden persputten en ontvangstputten voor gemaakt, waar dat die boring vertrekt. Ook daar weer afgescheiden van van de bebouwing door de nodige schermen daar te zetten. Zodat daar minimale hinder is. Oké, dankjewel Wouter. Ik heb hier nog een aantal vragen zien passeren over het pompstation en bezorgdheden, denk ik, die er terecht zijn over wateroverlast. Is er daar iets waar jullie iets over kunnen meegeven? Ja. Dus qua wateroverlast, het zit zo dat sinds 2006 of 2008, ik ben even de exacte datum kwijt, is de schrijnkoker in het noorden die is afgekoppeld van de afwatering. Dus die wordt, het water wordt kanaal. Een kokker die er vandaag de dag ligt, die zal dienen als buffering. Nu, we hebben gezegd dat we die gaan verplaatsen, dat klopt. Dus dat wil zeggen dat de koker die er vandaag de dag ligt, die blijft liggen tijdens de werken. En van het moment dat die verplaatst is naar de nieuwe variant, dan pas zal de bestaande kunnen afgebroken worden. Dus die buffering die blijft gedurende de hele werking, die blijft gegarandeerd, zodat daar ten alle tijde veiligheid is omtrent wateroverlast. Dankjewel. Een vraag van Steven. Nathalie, misschien een voor jou. Wanneer de voorbereidende werken voor de nutsvoorzieningen zijn afgerond, wordt er dan terug snel gras voorzien, zodat er toch nog voor een aantal jaren een groene zone blijft? Ja, dus dat klopt. Dus we gaan eerst de voorbereidende werken doen. Daarna komt de tijdelijke R1, zoals je hier ook ziet op de slide die nu net open staat. En de zone die dan... En de wijk, daarvoor zien we... ofwel terug een berm gegroeid wordt als er plaats is, ofwel terug gras. Dus dat wordt inderdaad terug ingericht, zodat de zone ten oosten van de tijdelijke R1 eigenlijk als groenzone kan dienen, totdat de nieuwe R1 dan is aangekomen, de omgeving wordt ingericht. Oké. Etienne had graag geweten of de damplanken ingeheid worden om de ring te verdiepen. En hij heeft daar vragen naar de trillingen. Ik denk dat we daar een stukje met de monitoring al op hebben ingepikt. Maar misschien kan je daar nog iets meer over vertellen, Nathalie? Dus de nieuwe R1 wordt inderdaad verdiept aangelegd. Maar dat wordt niet aangelegd met damplanken, maar met diepwanden. Dus dat zijn eigenlijk wanden die we echt uitgraven in de grond. Dus dat zijn eigenlijk dat worden betonnen wanden. Dus we graven eigenlijk met een grote grijpkraan een diepe sleuf in de grond waar we dan beton instorten. Dus de verdiepte R1 wordt op die manier met diepwanden gerealiseerd. En dat zijn geen planken die moeten ingeklopt worden als damplanken. Dus dat geeft ook veel minder trillingen. En voor de rest kan ik inderdaad verwijzen naar wat Wouter al heeft toegelicht over monitoring. Dus we voorzien een uitgebreide meetcampagne met ook een nulmeting en ook met veel opvolging tijdens de werken, onder andere naar trillingen, om dat zo op te volgen. Daarbij aansluitend, Nathalie, was er een vraag of burgers die resultaten van die monitoring ook online beter zouden kunnen raadplegen, of dat voorzien is? Dat kan ik zo niet zeggen. Nee, daar zullen we later op terugkomen. Dat moet ik navragen bij collega's. Ja, zullen we later op terugkomen. De vaartkaai, wordt die voor fietsers onderbroken? De vaartkaai wordt volledig onderbroken, wordt eigenlijk volledig werfzone. Nodig voor werfverkeer, maar ook om de kruising van de tunnels met Albertkanaal daar te bouwen. Dus de vaartkaai wordt volledig onderbroken, ook voor fietsers. Is er een uurregeling voor de werken? Wordt er ook in het weekend gewerkt? Ik denk dat we die vraag daar straks al gehad hebben en dat we ook gezegd hadden dat we daar nog later op gingen terugkomen. Voor de voorbereidende werken zijn daar denk ik nog geen concrete afspraken over gemaakt. Oké, dankjewel. Ik denk dat er hier en daar nog even kijken of ik er nog een aantal mis. Hoe diep komt de nieuwe ring te liggen?
die komt op één verdieping onder het bestaande maaiveld. Om daar nu een exact getal op te plakken, vind ik zo uit het hoofd moeilijk. Maar je moet denken dat de doorrijhoogte, dus de hoogte op de weg, is dat die rond de 5 meter zit. Voor een eventueel kap niet verlaten, maar komt dus pak dat die meter of 6-7 diep zit. Oké, dankjewel Wouter. Een laatste vraag nog. Zal er tijdens de werken een rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor de buurt bij klachten en problemen? Uiteraard zal er een aanspreekpunt zijn. Daar engageren we ons als land dus ook voor dat jullie in geval van vragen of problemen, dat jullie altijd weten waar jullie terecht kunnen. Voorafgaand aan de werken wil ik nog eens benadrukken dat het mailadres info@atlantis.be het mailadres is waar jullie steeds terecht kunnen. Wij engageren ons ook steeds om daar heel snel te antwoorden. Dus het zal normaal gezien geen 2 werkdagen duren voor leren dat jullie daar een afdoend antwoord op hebben gekregen. Ik denk dat we dan de voornaamste vragen uit de chat hebben gehad. Degenen die vandaag niet beantwoord zijn geweest, die worden sowieso schriftelijk beantwoord. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken indien hun vraag vandaag niet letterlijk aan bod gekomen is. Dat komt sowieso nog aan de beurt. Vooraleer we deze webinar afsluiten, neem ik jullie nog graag mee naar een laatste uitsmijter, zeg maar. Jullie hebben al vernomen dat er volgend jaar, dat er in de zomer werken zullen gerealiseerd worden. Werken waarbij er vooral in de ondergrond zal gewerkt worden. En wij zullen daar als Landis ook zichtschermen plaatsen. Zichtschermen die de werkzaamheden onttrekken aan jullie zicht. We zouden daar kunnen kiezen voor heel standaard werfdoeken, maar we willen daar graag toch iets extra voor zien. En we luisteren daar ook graag naar jullie mening. We hebben een aantal ontwerpen gemaakt die ik jullie graag toon. En jullie krijgen zo dadelijk de mogelijkheid via een poll die in de chatfunctie zal gedeeld worden om jullie voorkeur voor type zichtscherm uit te drukken. Ik ga nu heel even kijken, want ik ga mijn scherm moeten delen. Eens even kijken. Als het goed is, dan zien jullie nu mijn scherm. Even kijken. En dan zitten we hier. Dus 3 voorstellen voor zichtschermen tussen de werf en de wijk. Het gaat in totaal dus over 3 ontwerpen waar jullie je mening over kunnen geven. Ik wil wel vragen om de ontwerpen niet super letterlijk te nemen. Uiteraard zijn dit voorstellen. Het gaat erom van welk type zichtscherm draagt het meest jullie voorkeur weg. En we zullen in de uitwerking nog rekening kunnen houden met wensen hier en daar. Dus wat je ziet op het scherm is niet zoals het er letterlijk zal komen. Het gaat gewoon over welk type zichtscherm jullie voorkeur zou wegdragen. Een eerste voorstel is er eentje dat inzet op kleur, waar we heel veel kleur zullen voorzien. Hier zie je een windowzone staan. Dat wil zeggen dat we daar eigenlijk ramen zullen voorzien, kijkgaten, zeg maar, waar je wel een blik zal kunnen werpen op de werken die zich daarachter voltrekken. Het is de bedoeling om ze wel te onttrekken, maar door die zichtscherm zul je toch nog een blik kunnen werpen op de werken. Hier is er bijvoorbeeld ook een mogelijkheid voorzien waar we ruimte laten, waar mensen die artistiek aangelegd zijn uit de buurt ook eigen ontwerpen zouden kunnen toevoegen. Dus dat is hier een graffiti en paint zone. Uiteraard willen we niet dat dat aanleiding geeft tot hangedrag of tot balorigheden van mensen die daar niet in de buurt thuis horen. Het is absoluut een zone die we voor lokaal gebruik willen voorzien. Heel veel kleur dus in dit ontwerp. Een tweede voorstel is er eentje waar we zouden inzetten op de mensen die in de buurt wonen. Jullie zien hier een aantal gezichten. We zouden daar kunnen voorstellen om daar met gezichten van mensen uit de buurt te werken. Hier staan een aantal namen. We zouden daar de namen van jullie als buurtbewoner daarop kunnen drukken, zodanig dat je op die manier de sterke verbondenheid met de wijk uitdrukken. Dit is een selfie-zone. Ik denk niet dat je blind moet staren op hetgeen wat er nu staat, want zo zullen we dat niet kunnen realiseren, vrees ik. Maar het is wel de bedoeling dat je daar leuke selfies zou kunnen maken. En dan voorzien we hier opnieuw kijkgaten. Een skateramp is bijvoorbeeld ook een mogelijkheid, moest daar interesse voor zijn. Maar hier zitten opnieuw die kijkgaten in. En hier zullen we in verschillende fases dan eigenlijk nog uitleg geven over wat er tijdens de werken zal gebeuren. Dat is het tweede voorstel dat heel erg inzet op eigenlijk de link met de mensen die in de buurt wonen. En dan nog een derde voorstel, waar groen heel erg centraal staat.
Er zijn opnieuw kijkgaten in voorzien, zoals dat je hier ziet. Dit is de windowzone. En dit zouden we dan kunnen maken van gerecycleerde ramen. Hier zouden we een echte kruidentuin willen voorzien, zodanig dat mensen die weinig groen hebben of weinig ruimte hebben om zelf kruiden te kweken, die daar eigenlijk een kruidentuin kunnen ontwikkelen, zodanig dat je daar met de buurt groen hebt waar je letterlijk iets mee kan doen in de keuken. Hier kan bijvoorbeeld een picknickzone gemaakt worden, waar we dan een groene wand voorzien, waar we dan op voorhand daarvoor een picknicktafel in hout voorzien. Een selfiezone wordt uiteraard ook voorzien, waar je selfies kan nemen. Vogelkastjes die kunnen gehangen worden. Dus dit voorstel zet heel erg in op groen. Voor alle duidelijkheid, niet alles zal echt groen zijn, maar er zullen wel degelijk panelen zijn waar we echt groen kunnen voorzien, waar jullie als buurt ook iets mee kunnen doen. Voilà, dat zijn eigenlijk de drie voorstellen. Wij luisteren graag naar jullie wat de wensen zijn. En als je daar nog opmerkingen of verzuchtingen bij hebt, die je niet in de poll kwijt kan, opnieuw info@atlantis.be en wij luisteren heel graag naar jullie. Voilà. Dat was het, denk ik. We zijn ook netjes binnen het uur kunnen blijven, als ik mij niet vergis. Eens even kijken of er nog laatste vragen. Ik zie niet onmiddellijk nog iets komen. Maar zoals gezegd, we pikken alles op en we zorgen voor een antwoord. Ik wil jullie graag hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Hartelijk dank ook voor de luisterbereidheid en voor de vragen die jullie ons hebben bezorgd. En ik zou zeggen, graag tot een volgende keer. Dank jullie wel.